Goedemorgen allemaal. Kerstdagen zijn weer voorbij. Het is vandaag woensdag, zeg maar de derde kerstdag. Hoop dat jullie gezellige dagen hebben gehad. Of je anderzijds hebt vermaakt op een of andere manier. Er kwamen natuurlijk niet zo heel veel boten voorbij. Het was heerlijk rustig. De week voor kerst, nou, die boten die voorbij kwamen, kon ik op één hand tellen. En er kwamen natuurlijk, ja, ook prachtige tafereeltjes voorbij. En natuurlijk net op het moment dat jij iemand aan de telefoon hebt. Ja, en je weet, als je aan het telefoneren bent, dan kan je dus niet opnemen. Je kan niet een video maken tegelijkertijd. Want dat pakt hij natuurlijk niet. Het is of telefoneren of video. Ja, en wat doe je dan als je een van je dierbaren aan de telefoon hebt? Dan kan je niet opeens zeggen van, hey moedertje, de groeten. Hè? Want ik moet zo nodig een videootje maken. Nee, dat doe je niet. Je moeder gaat voor. Tenminste, bij mij wel. De mens is 95 en woont nog op zichzelf. Ik vind het heel knap. Dus ik ben ook heel blij en dankbaar dat ik haar nog heb. Dus vandaar, het duurde even voordat jullie nu weer iets kunnen zien. Geniet ervan, subscribe als je het leuk vindt. En het kost niks. Like, dan vinden andere mensen mijn kanaaltje ook een beetje sneller. En ik hoop dat je het weer leuk vindt. Zo, geniet ervan. En tot na oud en nieuw, denk ik. Dus wees voorzichtig met vuurwerk. En heb een gezellige tijd met je vrienden en familie. Oké, ciao, ciao. Storm Pia, code geel, code yellow.
Dit is windkracht 7. Geloof ik. Als ik Funtusky mag geloven. Storm Pia, code geel, code yellow.
En nu is het derde kerstdag. Drie auto's erop. Ah ja. En suikerbieten. Woensdag. Dat is van 30. 28? Wat is het?